speaking of the top 10, the youngsters last year, boys and girls, yes, there's the miss, and what the actually about the boys on the Alicia, from the home on the left himself. De laatste ronde wordt terug uitgekomen hier als de steeds getrokken is in deze finale. En toch nog wat extra puntjes die het probeert te pakken. Big uitwisseling naar Vesco, lekker snel. Hij zit hier van voren met een ruime woordstukker Alicia van der Heuvel die daar slaat in de op plaats nummer 2. Waar ondertussen de avondverduur krijgt van Roy van der Zanden. Maar ik moet nog even achterblijven bij het uitkomen van die woordspooraan. Die is nog steeds lekker snel natuurlijk. Oranje bike, dat is richting Vriendenstorgen. En dan zien we hier even een plaatsvisseling. Dit moment is het Roy van der Zanden die de plaats heeft overgenomen van Alicia van den Heuvel. Zo gaat hij richting Vriendenstorgen. En we hebben toch de tweede plaats afgepakken van zijn tweede plaatsvisseling. Alicia van den Heuvel, dat is het. Oké, finale, eigen klasse, voor de girls, 6 en 17. De tweede pop, Joep Pablo, de Vriendenstorgen. Luca Jansen.
stomme kaart, keukenkies, lenzen tegen en rechtdoel van Dijk. We gaan kijken naar die hele snelle man, Hartkoop zich uitschuimen voor de club FC Den Uste. Wetsel van Dijk, hij zit hier van voren met een publieke touw. Steun Kivic met plaats voor de twee, hij rijdt voor de club uit Dulan. En we zien daar nog meer Duitsland met Tom Verkaap op 3. En Nelson Tegen ook rijdt voor de club uit Dulan. Dus Dulan goed vertegenwoordigd hier in deze finale. Maar de overwinning gaat naar Schuilen, de overwinning gaat naar Wetsel van Dijk. Naar het nummertje en dan zien we 510 en dat is niemand minder dan Rijn Witlof. Hij zit hier al vers positie in deze finale. Gewonnen voor clubgenoot Tim van den Broek, maar die moet uitkijken. Ook die aanval buitenom van Italië in het gezelschap. Rita van den Beuk gaat zijn doorschuiven naar de tweede plaats. Of is het toch Tim van den Broek die daar vanaf in huilen. De overwinning in deze finale voor Rijn Witlof, voor Tim van den Broek en Rita van den Beuk. We kijken naar de finale met Jordi Rathouw, Ricardo de Vries, Kevin Sisse, Ian de Heugde, Pedro van de Wintje, Sander Vullenberg, Bram van Linden en Roland van Linden. Het is die laatste minuut die hier alle plekken voorsprong heeft opgehaald in deze finale. Hij is op weg naar de overwinning. Wie kan er mee komen? Is het Sisse? Zie daar even kijken als Kevin Sisse. Hij zit erbij. Heel mooi bij op plaats nummer 2. En dat is Sander Vullenberg. Daarmee in onze gezelschap op plaats nummer 3. Maar het is toch Roland Lennert die hier vandaag de snelste is. De snelste in Amazone. Hij pakt hier de overwinning. We verder met de volgende finale. Dan gaan we kijken naar Silke Kersten, Kieven van der Putten. Kelsie Vierwijk, Martieke Landauer, Sonne Goeie, Ruben van der Laren, Rotto Hoed. Dat is Rotto Hoed, zij die voor de club uitschrijven. Die hier van voor zit van het krijgsteen. Alle afwaardingen van Ruben van der Laren. Hele snelle man natuurlijk, dat komt uit Kersten. Zij aan zij gaan zijn richting Dieter de Bos. Die bent daar als eerste uit. Dit is Ruben van der Laren, buiten met toch de snelste. En dit is van Rotto Hoed gedaan en weer teruggezet. En daar toch even flink de doorstraat, want er komen twee kamers naar voren stormen. Martieke Landauer, dat zijn de goeie. Zij lukken van de partij op weg naar de streep, op weg naar de finish. En het is Ruben van der Laar die de overwinning gaat pakken.